Aangekomen in april is er niet zoveel gebeurd, behalve voordat ik werd geboren. 1 april ben ik geboren. Dus dat was wel bijzonder. Wat is het, hoe is het nou zo in april gebeurd? Wel, mijn maatje, in april de verkiezingscaravaans van iedereen begonnen zo te pompen. Me got a man. En dat was de opmaat naar de paarse illusie die op een prachtige, onafvolgbare wijze de grond zou worden ingestampt. Verloren. Ja, ze hadden 16 zetels over. Mooi toch? Maar dat was precies niet genoeg om opnieuw aan de slag te gaan met de ellende waarin wij nu zitten. Het goede beleid van 2010, 2015, 2015 tot 2020 heeft er nu voor gezorgd dat wij zitten met het grootste probleem waar Suriname ooit in heeft gezeten. Money. Je weet, ik ga het heel hard en eenvoudig zeggen. Oele money, voer money. Maar het land werkt niet hard genoeg om die money zelf te creëren. Door export. Want we produceren niks. Je weet het ook. Wij zitten opgescheept met de gevolgen van, man, 10 jaar wanbeleid en 45 jaar onnozelheid. 10 jaar wanbeleid, 45 jaar onnozelheid. Beste vrienden, alle politici en zichzelf politici noemende mensen zijn schuldig aan het feit dat Suriname een verschrikkelijk slechte onderwijs verschrikkelijk slecht onderwijssysteem heeft. Dat het onderwijs niet deugt. Dat wij nu zitten met nog geen 10% hoogopgeleide Surinamers. Migaro mi kudo mi lobi mi lekker. Kijk nou. Je vraagt je af waar we mee bezig zijn geweest. Ik zal u zeggen waar we mee bezig zijn geweest. De ene groep had al vlug door dat ze zich moeten scholen om economische macht te krijgen, politieke macht te verwerven en te heersen, omdat ze het beter willen. Voor zichzelf, dat mag. Top, dat mag. De andere groep had besloten, andere grote groep. Hey, man, nyang, drie, plezier, dankjie, zet dit, bellen, sap, man, naga, poku, play, artiest, alla, blaka, ma, wantron, artiest. Hey, man, ik ga daar iets over zeggen, want dat ding is, er zit een kern in van waarheid. Hadden ze het maar uitgevoerd, want wij hebben in Jamaica. Maar de prophet Bob Marley. Hij heeft Jamaica een plek gegeven in de hele wereld. Op de wereld, in de wereld. Bij de alles maar sabi reggae. If itak reggae, itak Bob Marley. Maar, wat hebben wij gekregen? We hebben gekregen Bota. We hebben gekregen Abrahams. We hebben gekregen
Chantal. Oogsten. We hebben gekregen op een gestapelde diefstal. Fufuru. 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 Oké. Okay. Hoor nou. Dan zijn we, beste Matties, aangekomen bij de verkiezingsuitslag. Amanakso. Boedoem. Lekwam bom. Die bos om een duizend kilometer moeten varen toch je jaren. Echt gevaarlijk. Maar wat gebeurde er was vreemd. Cendrika Prasad Santokhi, toen nog geen president van Suriname, maar lijsttrekker van de VHP, ging een samenwerking aan met de ABOP van Ronnie Brunswijk. Oké? Tot zover. Alles maar bingen, bari bingen, Ronnie Bang, Jill, Jara, Manda, Master. Aman af strafblad, aman desi, aman dati. Maar we waren allemaal vergeten. Die 10 jaren waarop we geregeerd werden en vernietigd werden, even een slok. Door. Man. Vernietigd. Compleet vernietigd. Hoe ben vergeten, maar ben bari. Dan vakang, vadisi vakang. Maar het komt, dat moet ik wel eerlijk zeggen. De onwennigheid van Ronnie Brunswijk met het machtscentrum. Hij was een keer, weet je, die man bij Morocco samen naar de NDP, die keer samen gewerkt en daarna weer eruit getapt en bla bla bla. Maar goed, hij was zo geschrokken van dat ding wat hij wilde hebben, dat hij niet meer wist hoe hij. Je mag enthousiast zijn en in zijn enthousiasme. Is hij één dag, nee, ik zeg het verkeerd, een week. Voorzitter van Nationale Assemblée, DNA, geweest. En hij heeft een foto daar gezet. Die man was enthousiast. Hé, hey, ik kan mij het enthousiasme goed voorstellen. Heel goed. En dat is ook eerlijk. Alleen, het ontbrak Ronnie op dat moment aan de kennis en de vaardigheden om dat ding te kunnen doen. Ik vind dat we de man nooit mogen afrekenen op zijn taalgebruik en de manier waarop hij dat doet. Dat mogen we niet doen. Onzin. Want je denken kan natuurlijk veel groter zijn dan de manier waarop je kan uiten. Ik herinner u dat er ooit in de. Hij was bezig en toen kwam. Hij werd daarna. Ik moet niet vergissen, ik moet geen gekke dingen zeggen. Hij werd daarna. Na die week. Ging hij ook, en dat zei hij, ik ga voor vicepresident. En hij werd het ook. Hij werd het ook. En op een dag. Waarop hij. Aan het. Oreren was tegen de massa. En er kwam een bordje via de televisie waar. Hij keek naar die monitor en hij zag vicepresident Ronnie Brunswijk. Die man heeft, dus die amma stop. Wat ik, sorry Itomalisi. Sorry Itomalisi. Hey, beste vrienden, Surinamers, all over. Ik begrijp dat en u moet dat ook begrijpen. Wanneer hij had nog nooit van zijn leven gedacht dat hij vicepresident van Suriname zou worden. Hij wilde het wel. En hij is het geworden. En dat is een applaus waard. Maar dan krijg je nog
dat andere ding. Je bent het, maar dan moet je je ook nog handhaven in die positie. En dat was best moeilijk. Hè? En tegelijkertijd is natuurlijk, je weet het, heb ik niet gezegd. Hè? Jawel, 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 jawel. Je rennen om je neurogang als script, je alles aan mij doen met uit het hoofd. Dus je rennen. VHP naar ABOP, Moxie, de man tik NPS mee naar ABOP, tik PL mee, dan een regering vorm. Een van de eerste dingen die onze president heeft gedaan, nog voordat hij, nadat hij de regering had gevormd. En nog niks gedaan, maar eerder dacht, dit is die boy, we gaan samenwerken. Toen zat hij, zegt hij zelf, een hele lange nacht op beroemde Leonsberg. Hé? Wat heeft hij daar gedaan? Hij heeft gepraat over een smooth transition. Dat Wantaki een geleidelijke en een mooie overgang. Waarbij er geen mensen van de NDP ontslagen zouden worden op geen enkele manier. Daarna hoorden wij datgene wat ik net gezegd heb. We gaan samenwerken met iedereen. Alles maar. Hey, we worden samen in één Suriname. Mooi. Beste vrienden. Vanaf dat moment is het eigenlijk een puinhoop geworden. Een puinhoop in die zin dat geen van de sterke jongens op dat moment, Chandrika Prasad Santokhi als president, Ronnie Brunswick als vicepresident. Geen van die jongens was gewend aan die macht. Ten eerste, toen ze die verkiezing gewonnen hadden, dachten ze dat ze naar de president zouden moeten gaan om nog eens een keer een beetje te praten enzovoort. Wat de president deed, was ik moet nog zo lachen. De president heeft een keer Chandrika Prasad Santokhi ontvangen in het paleis. Nog een beetje net voor die overdracht hoor. Snelle overdracht. Onze president. Amas Donanga een legerpak. Een legerpak. Op zijn stoel in het paleis. Santokhi. Ik dacht van, pas op. Pas op dat de oude tijger zich weer gaat roeren. Want je weet, ijzervreters blijven ijzervreters. Daarom, ik smaak een grote stop. Een paar maanden later gaat hij allerlei lelijke uitspraken doen. Naar aanleiding van de veroordeling en de krijgsraad en allemaal. Mensen moeten zich... Dit soort dingen kan je alleen met wapens weghalen. Mis krikkie gevaarlijk. En je weet waarom? Die man heeft die mogelijkheden. Maar we gaan terug naar waar we gebleven waren. En dat is dat traject waarbij onze vriend Chandrika Prasad Santokhi, nu president, Ronnie Brunswick, nu vicepresident, dat die macht in handen kregen. En eigenlijk niet wist wat ze moeten doen. Ja, één ding wat ze hebben gedaan. En dat was heel duidelijk. De man begin grabo alle mensen in hun buurt. Familie, broer, zus, neef, nicht, kind, dochter, zoon, zoon, dochter. Alle familie kwamen op die plekken waar ooit de andere mensen hadden gezeten. En plus in heel veel RVC's, raad van commissarissen bij allerlei parastatale bedrijven, al die posten werden ingevuld met familie. Ronnie Brunswick,